camera staat scheef, jongens. Wat is dit? Hoi! Het is vandaag weer vrijdag. Lekker bijna weekend. En vandaag stellen we onszelf de vraag, is het leuk of is het meuk? Ik heb de onderdoos er even bij gepakt. We gaan er iets nieuws uithalen wat we vandaag gaan testen. En ik ben heel benieuwd wat het deze week is, want vorige week viel het best wel tegen. Dus laten we hopen op iets beters dan dat. Oké, we gaan voor dit. Oh. Daar ging de onderdoos. Het is het donker ineens. Wacht heel even hoor. Trouwens, voordat ik dit ga openmaken, ik heb een aantal opmerkingen van mijn kijkers gekregen dat ze het niet zo leuk vinden dat ik voor afval in de titel en de thumbnail zet wat er wordt getest. Omdat dan de magie van het uitpakken een beetje weg is en dat niemand echt nieuwsgierig is naar wat erin zit. Dus wat ik voortaan ga doen, ik ga gewoon een soort hint in de titel zetten en de thumbnail verklapt dan wel iets, maar dan ook weer niet alles. Zodat het toch een klein beetje een verrassing voor iedereen blijft. En ik heb geen idee wat er met mijn stem gebeurt. Ja, ik ga het gewoon openmaken en dan zien we wat het deze week gaat worden. Ijsballs! Wat klink ik ineens als een ventje? Wat is dit? Ik probeer het overnieuw. Ijsballs! Ja, ik vond deze bij de Xenos voor €2,99. Ik had eerst echt geen idee wat je met deze dingen kon doen. Maar later ben ik wat op YouTube gaan zoeken. En toen kwam ik erachter dat je hier eigenlijk een heleboel mee kan doen. En dat het voor mij ook wel eens van pas kan komen. Je kunt hier van alles in doen. Fruit met water erbij, dan vries je dat in. En als je dat dan lekker in je water doet, dan heeft je water een wat lekkere smaak. En het is ook nog eens gezond. Dus ja, wie weet dat ik daardoor wat meer water ga drinken deze zomer. Want ik drink veel te weinig. En ik denk dat iedereen wel te weinig drinkt. Vooral te weinig water. Je kan ook nog wel wat andere dingen ermee doen. Volgens mij kun je iets met yoghurt doen. En ze zijn ook goed voor cocktails. Je kunt natuurlijk ook gewoon alleen water in doen, zodat je gewoon een hele grote ijsklont hebt. Kan ook, het kan allemaal. Maar vandaag wil ik dit gaan testen met fruit en water. En daarvoor moet ik nu dus eventjes naar de Albert Heijn om het een en ander te gaan kopen. Want ja, dat heb ik nu niet in huis. Dus tot zo. Zo, we zijn weer terug. Dit is een Albert Heijn shoplog. Wat aardbeidjes. En Hollandse bramen. En ik moet zeggen, die waren zo duur. Die waren €2,80 of zo. Ik had geen idee. Toen kwam ik bij de kassa en toen dacht ik, wow, dat is best wel duur. Een blikje Energy en Oberlander brood. Nou, daar gaan we niks mee doen. Maar ik trek wel even mijn blikje open. En dan ga ik straks maar beginnen. Maar eerst dit. Cheers. We gaan deze straks in stukjes snijden. En dan gaan we deze in de ijsballs doen. Daarna doe je er in de bovenkant wat water bij. En dan zet je deze gewoon een dagje in de vriezer. Dus we gaan morgen verder kijken hoe het dan geworden is. En hoe het smaakt met een lekker koud glas water. Nou, laten we maar gewoon gaan beginnen. Oké, hier heb je hem dus. Nou, je opent hem allereerst hier. Ja, dan vul je het fruit en dan haal je dit flapje naar boven. Ja, dan kun je het water in doen en dan sluit je hem weer en dan zet je hem in de vriezer. Maar waar ik dus al tegenaan ben gelopen is dat dit flapje heel erg moeilijk sluit. Daardoor ja, zit er al wat minder water in dan zou moeten. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar ik ga ze alle vier in de vriezer doen. Ik laat ze allemaal eventjes zien. Deze is dus gevuld met alleen maar aardbeien. Ik denk dat dit de mooiste wordt. Hier zit alleen maar braam in. Het geeft gelijk zo'n leuk cassiskleurtje. Deze heb ik gevuld met bramen en aardbeien. En het ziet ook heel leuk uit. Het is net zo'n magische bol met sneeuw, maar dan met fruit. En eentje met alleen maar water. Omdat het ook gewoon wel eens lekker is om gewoon een ijsklont te hebben. Waarom niet? Ik ga ze nu alle vier in de vriezer zetten. En dan ga ik morgen verder filmen om te kijken
wat eruit is gekomen en of het leuk of meuk is. Dus ik zie jullie morgen. Oké, nou ik ben weer terug. Ik heb ze net uit de vriezer gehaald en ze zien er best wel goed uit. Ik heb ze nog niet uit het malletje gehaald, dus dat ga ik nu even met jullie doen. Hier zijn ze. Ik ga denk ik even een bakje pakken en dan haal ik ze gewoon eventjes eruit. En dan ga ik laten zien hoe ze geworden zijn. Ik heb ze al eventjes uit de vriezer gehaald, omdat ik ze anders nooit open zou krijgen. Dus ze zijn misschien al een beetje aan het ontdooien, maar dat is niet zo erg. Oké, we gaan beginnen met aardbei. Oh kijk, die gaat vrij makkelijk open. Ah. Nou, dit zijn ze dan. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Ik maak zo even een close-up. Maar ja, ik heb degene met alleen maar water heb ik per ongeluk laten vallen. Dus daar hebben we niks meer aan. Ik ga er maar eens eentje proberen. Dan pak ik gewoon degene met aardbei en bosbessen. En die andere twee die doe ik gewoon terug in de vriezer voor een ander keertje. Nou, hij zit erin. Je kunt hem misschien niet zo heel erg goed zien. Maar hij is al echt aan het smelten. En je ziet gelijk al dat de stukjes fruit helemaal doorheen aan het dwarrelen zijn. En dat de kleur verandert. Ik ben heel erg benieuwd hoe het proeft. Ik heb het nog niet geprobeerd. Maar ik hoop ook dat het water wat kouder is geworden. Zo te voelen wel. Maar ik ga het gewoon eens even proberen. Oh, dat is wel lekker. Het is eigenlijk gewoon water met een, ja, met een beetje een bosbessensmaakje. En gewoon lekker fris. Het is niet dat je het onwijs erg proeft. Je ziet ook vaak mensen met mint in hun water of citroen. En dit is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan met fruit. Ik vind dat de ijsbals een leuk hebben verdiend, want ja, het is gewoon handig. Je drankje wordt er lekker fris van. Het heeft een, ja, een extra smaakje eraan. En het wordt ook nog eens kouder. Dus het is heerlijk voor in de zomer als je, ja, wat gezonder wilt drinken in plaats van alleen maar frisdrank. En je kunt het ook voor andere leuke dingen gebruiken. Als je een cocktailfeestje hebt bijvoorbeeld. Of als je gewoon, ja, iemand wil verrassen. Want het ziet er gewoon leuk uit. Dus ik vind het in ieder geval leuk waard. Laat mij eventjes weten wat jij ervan vindt. En geef eventjes een duimpje omhoog voor deze video. Ik zie jullie aankomende dinsdag in ieder geval weer. En blijf reacties plaatsen van wat ik de volgende keer zou moeten testen. Want het is altijd handig om de onderdoos met leuke dingen aan te vullen. En er komen al steeds meer dingen bij. Er zitten ook al echt een heleboel dingen in naar jullie suggesties. Dus ben je benieuwd? Blijf dan gewoon elke vrijdag gewoon kijken naar leuk of meuk. Nou, bedankt voor het kijken in ieder geval. En ik ga lekker genieten van mijn nieuwe aanwinst. Doei doei!